Nou valt mij enorm op dat het eigenlijk helemaal niet zo stinkt. Tenminste, het ruikt ook niet echt heel fris, maar nee. Het is niet dat je hier een enorme putlucht hebt. Hoe komt dat nou eigenlijk? Nou, we voegen hier een klein beetje ijzerchloride aan toe. En die ijzerchloride die reageert zeg maar, met de H2S. En daardoor is die lucht, zeg maar, die echte rioollucht, die wordt dan sterk verminderd. Dus ja, vandaar dat eigenlijk niet zo heel veel ruikt. Want ik denk van hoeveel mensen wonen er op Walcheren? Hoeveel zouden dat er zijn? 100.000 of zo? Ja, iets meer. Maar ik denk, dat is toch de ontlasting voor 100.000 mensen. Maar, en dan nog wat andere zaken die erin waren. En vergeet de toeristen niet dan? Nee, precies. Die doen ook wel eens een drukje. Ja, ja, ja. Nee, maar dat, is, dat valt me dus even reuze mee. En het is geen schoon water zoals we zien. Want... Oké. Okay. Dan ben ik vorig jaar dan eens een keer een wedstrijd mee bezig kijken. Ja. Ja, maar nou, is over, dat is echt een middelburgse vereniging. Ja, daar we nog. Bassins die we hier zien, dat is het eindproduct van jullie? Of het, Ja, dat is het gezuiverde water, zeg maar. En dat wordt dan geloosd uiteindelijk in de Westerschelde. En als je nou zegt gezuiverd, hoe zuiver is het dan? Want het is geen drinkwater, hè? Nee, het is geen drinkwater. Er wordt vaak, zeg maar, ontstaat daar misverstand, hè? Maar dit is zeg maar afvalwater wat ontdaan is van vaste bestanddelen en ook aan stikstof- en fosfaateisen voldoet. Hier achter de zuivering. En dan wordt het door een poldergemaal wordt het, zeg maar, in een spuikom gepompt. En de spuikom is eigenlijk een bassin net buiten dijks aan de Westerschelde. En dan bij laag niveau in de Westerschelde, dan gaat er een sluisdeur open en dan stroomt zeg maar, dat water de Westerschelde in. Maar nu zei jij ook op een droge dag, dus als het niet heeft geregend, dan komt er hier zo'n 30.000 kuub aan water per dag binnen. Ja. En klopt. Op een regenachtige dag kan het oplopen tot 100.000. Nou, ja. 100.000 kuub is volgens mij echt wel heel erg veel. Dat is heel veel. Ja. Maar wat voor soort pompen gebruik je dan om dat nou van al die huizen en gebouwen naar hier toe te krijgen? Dat... Nou, ja, er zijn verschillende pompen, want kleinere kernen hebben dus maar een kleine pomp nodig. Dus bijvoorbeeld Veren en Zandijk, ja, die hebben niet zulke grote pompen. Dat is ongeveer 50 kuub per uur. Maar hier in Vlissingen staan pompen die kunnen zeg maar bijna 2000 kuub per uur verpompen. Het is toch echt wel gigantisch, hè? Ja. Ja. Maar die onderhouden jullie ook allemaal? Ja, die onderhouden wij ook, ja. Helder. Dit is een beluchtingstank. Ja, dit is een beluchtingstank. Nou, dit... Ja, en dan ben je geneigd om te denken dat dit veel vieze water is, maar het is al een fase verder in het proces. Ja, ja. Maar in dit gedeelte van het proces, zeg maar, worden die bacteriën, dat actief slip, wordt actief gemaakt door, zeg maar, zuurstof in te blazen. En zeg maar, onder die omstandigheden ja, dan worden die beestjes actief en dan gaan ze dus zeg maar, die verontreiningen uit het afvalwater halen. Zijn we nu dan eigenlijk aan het kijken naar bacteriën die aan het eten zijn? Ja. Kort door de bocht, heel kort door de bocht. Zo kun je het wel zeggen, ja. Of zit er veel zand, dat kun je dan wel een klein beetje voelen. Maar dat is een bepaalde hoeveelheid en dat vind ik eigenlijk niet goed. Nee. Jullie hebben niks met die windmolens te maken, dacht ik. Nee, dat klopt. Nee. Hey, Rijk, nou is dit een proefopstelling. Ja. Want wat natuurlijk ook nog een verhaal is, dat jullie hebben vorig jaar is hier zijn jullie gestart met een hele nieuwe installatie. Een hele forse investering gedaan, die eigenlijk ervoor zorgt dat jullie een energiefabriek zijn geworden. Ja, klopt. En dan is het altijd interessant als je zo'n investering doet. Werkt het ook allemaal wat jullie... Nou, we zijn nog wel bezig in de opstartfase en er moeten nog een aantal dingetjes zeg maar, verbeterd worden. En dat is zeg maar, een van die dingen. Dus dat rooster wat hier nu staat. Ja, maar wat zien we hier nu? Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Nou, je ziet zeg maar, dat het water daar komt dan bovenin, maar er zitten nog best veel slipdeeltjes in. En die slipdeeltjes die kunnen eigenlijk niet in dat vervolgproces... Er zit ook water net als bij de inlaat? Nee, dit is water wat vrijkomt bij ons ontwateringsproces. Oké. Okay. En dat water, er zit heel veel stikstof in. En die stikstofstroom die willen we weer terug de zuivering in voeren. Dus die wordt nu apart als deelstroom wordt die behandeld, zeg maar. Maar er zitten eigenlijk nog te veel slipdeeltjes in. En dat zijn we eigenlijk aan het kijken van, goh, kunnen we dat op een goede manier eruit halen, zodat het niet in die deelstroombehandeling komt. Nou, dit is zeg maar dat slip en dan voegen we dus een vlokmiddel aan toe.
Dit is de indekruimte, of noem je dat? Ja, dit is de slipontwatering. Dus hier maken we het slip, zeg maar, wat eigenlijk heel dun uit de installatieonderdeel komt. Dan voegen we een vlokmiddel aan toe en dan wordt het, zeg maar, steeds dikker. Dat is het eindproduct? Dit is het eindproduct, ja. Dat ziet er gewoon uit als slakke grond. Ja. Nou, het is een hele goede compost. Ja? Ja. Dan zit natuurlijk mest ook in. Prima tomaten. Oh ja? Maar, als het dan zo'n goede compost is, waarom wordt het dan verbrand? Omdat het toch, ten eerste is het verboden om het zeg maar, op te stoppen of te hergebruiken in de landbouw. Oh ja. En we bevatten wat zware metalen. En ja, dat ja. Is dus, lood, ja. Koper. Het is wel een goede compost, maar niet gezond. Oh, dat is het overtollige water. Naar een zeer lawaaiige gasmotoren, daar hebben jullie hier de twee van. Ja. Maar dit is waar de energie wordt opgewekt. Ja, dus uit het vergiste slip ontstaat biogas. En dat biogas dat verbranden we in deze gasmotoren. En aan die gasmotoren zit een generator gekoppeld. Elk kan daar 330 kilowatt mee opwekken. En die energie die daaruit ontstaat, zeg maar, gebruiken we voor onze eigen installatie. Maar nu kunnen we dusdanig veel opwekken, zeg maar, dat er ook nog 35% ongeveer teruggeleverd kan worden aan het net.